arms of the American newspapers of today. Arjan Hijsdijk, de champ. Hijsdijk, ready for championship. And Hollywood final, Hijsdijk, ready for title. Krip ligt klaar. Hijsdijk mag het kampioenschap gaan binnenhalen tijdens de Vierhouten Pellets Rally. Verreden op de oude klassementsploegen van de Tulpen Rally rondom Barneveld. Maar Hijsdijk heeft op de eerste twee klassementsploegen problemen met de bobine. Dat stond trouwens niet in het script. En dus Hijsdijk op achtervolgen. De koers wordt gedomineerd door, hoe kan het ook anders, Evert Bolderij. Als ik hun moet geloven, ga ik erg hard. En gaan zij niet bepaald langzaam. Maar de enige die redelijk bij kon houden, Gerwin Biesheuvel, die gaat gewoon echt lekker, die kan aardig meekomen. Maar als Biesheuvel eruit gaat, is de wedstrijd weer zeer voorspelbaar. Bolderij leidt, gevolgd door deze Ette Vos. En op positie nummer 3 is het dan niet Arjan Hijsdijk, maar Sven de Waal. De Waal doet dus prima zijn werk, buffert goed. En Hijsdijk moet gas gaan geven. Hoe ik nu sta, wil ik per se derde worden. Dan kan ik vandaag het beslissen en dan hoef ik een regio, rijd gewoon geweldig gewoon mee, maar dan staat er niet zoveel druk op. Hijsdijk voorlopig vierde. Voor hem staat Sven de Waal, genavigeerd door Wim Poortman. Het verschil, 1 seconde. Ja, dat klopt, 1 seconde, ja. Dus ik ga er even lekker voor zitten nu de laatste 2 proeven. Laatste 2 proeven verreden in het donker. Bolderij rijdt daar erg sterk en wint. Geen verrassing, maar de verrassing zit daar wel achter. Want Hijsdijk wordt 4e en is geen kampioen. Romain, je schudt nee. Wat is er fout gegaan? Eerste proef hebben we het verloren. Wat? De bobines waren stuk. En daarop, het ging gewoon niet. En op 2 seconden verloren, geloof ik, van Sven. Dus weer niet? Net niet, nee. Hijsdijk dus nog geen kampioen. En dan kwamen er in Barneveld in 1 keer geruchten dat er nog een extra wedstrijd op de kalender wordt gezet om het kampioenschap nog spannender te maken. Ik weet van niks. Ik heb ook zoiets gehoord, maar ja, zolang het niet officieel bekend is, weet ik van niks. Maar jullie zouden graag als rijdersgroep, laat ik zo even zeggen, er zouden zee willen doen om het kampioenschap tot op het laatst. Geen commentaar op. Waarom niet? Nee, omdat ik daar geen zin in heb. Ik ga er geen commentaar. Fiat Sargento Trofeo wordt afgesloten volgende week in de Euregio Rally.